Komt niet tot de uitreiking van de Gouden Purmerender. Vorig jaar had ik de eer om de Gouden Waarderingsspeld op te spelden bij stadshistoricus Vincent Nijenhuis. Maar er zijn meer mensen die ontzettend veel betekenen voor de Purmerendse historie. Mensen die zich met hart en ziel inzetten om de geschiedenis van Purmerend levend te houden. Eén van deze mensen is hier vanmiddag aanwezig, de heer Bert de Lange. En ik nodig hem graag uit om op het podium te komen. Dames en heren, ik heb de heer De Lange natuurlijk niet zomaar uitgenodigd, want hij heeft zich gedurende vele, vele jaren met hart en ziel ingezet voor de stad. Vooral op het gebied van zijn grote passie, de geschiedenis. Al in 1966 begon hij met het vastleggen van de hedendaagse geschiedenis van Purmerend. Hij schreef in de loop van de jaren verschillende boeken, onder meer over de kerken in Purmerend, het water in Purmerend, een veranderend Purmerend en horeca-etablissementen in Purmerend. De heer De Lange verzorgt sinds jaar en dag stadswandelingen. Vele honderden mensen heeft u rondgeleid al voor de komst van de wandelingen onder leiding van het Gilde. Ooit leidde hij een groep blinden door de stad. Ook verzorgt hij beeldpresentaties met beeldmateriaal uit eigen collectie voor vele verenigingen en organisaties. Vele jaren lang heeft hij zijn medewerking verleend aan Live on Steeg bij Reuring. Een onderdeel van het programma dat stevast binnen de kortste tijd was uitverkocht. Voor de jaarlijkse Open Monumentendag stelt hij elk jaar weer een hele informatieve wandeling of presentatie samen. Deze geboren Purmerender heeft een rijkdom aan kennis over de gebouwen, monumenten, bewoners, winkels, ondernemers enzovoort. Hij steekt er heel veel tijd in. Al deze activiteiten zijn van grote waarde voor de Purmerendse samenleving. Wij bewonderen zijn kennis en inzicht. En wij hopen dat hij deze nog vele jaren zal delen met de inwoners van Purmerend. Meneer Lange, ik weet dat u voor uw inzet een koninklijke onderscheiding hebt ontvangen. Maar ik denk ook zeker te weten dat u vindt dat uw werk pas echt bekroond wordt met het ontvangen van de Purmerendse Gouden Waarderingsspeld. Ik feliciteer u daarmee van harte en ik wil u graag bespreken. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven.